Hoho, wat een gekke dag als schrifter. Wij hebben uiteindelijk dus, ik weet niet of ik het echt goed heb uitgelegd, zijn we uiteindelijk gisteren dus nog naar de Intuit XL geweest om te zorgen dat Brock een cadeautje kon uitkiezen namens mijn moeder, hè, want van mijn moeder zou krijgen. Want we voorzien toch dat we binnen nu en twee weken op de lockdown zitten en vieren over twee weken voor de verjaardag. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor een mega groot Frozen kasteel, wat echt ze never in a million years van mijn moeder zou krijgen. Dus ze heeft zich wel een hele goede uitgezocht. En nou ja, we hebben lekker wat gegeten thuis en mijn kindje uiteindelijk bed. En afscheid van mijn moeder. Want ja, we verwachten toch afscheid, maar niet als armer. We verwachten eigenlijk niet dat ze over twee weken kan komen en dus ook niet op de verjaardag kan komen. Dus het zal wel even duren, denken wij. Verder heb ik gisteren ook een bericht gekregen van ja, de moeder van mijn BGW-cliënt eigenlijk, haar webvertegenwoordiger, dat de dagbesteding van haar dicht gaat. Dat betekent dat de komende drie weken zonder haar zit, want ze gaan tot 1 april dicht. Dus dat is even een bummer, want ja, ik kan eigenlijk niet heel veel ander werk aannemen zolang die kinderen gewoon naar school moeten. En als ze naar school gaan, dan waarschijnlijk ook van school sluiten we dan waarschijnlijk ook helemaal niet meer. Dus dat is natuurlijk eventjes een tegenvallertje. Ik ga wel kijken, ik ga het in ieder geval aanbieden van goh, die dagen kan ik eventueel korte diensten draaien, bijvoorbeeld van 9 tot 12 of van, nou ik heb ook wel, als ik altijd weet, van 7 tot 10 of zo, dat ik in principe wel terug ben. Iedere keer om ze te halen en te brengen naar school, zolang school doorgaat. Maar dat ik op andere momenten opvang heb of zo. Dat is misschien allemaal wat we doen. Dat kan ik aanbieden, want ik heb ze heel erg omhoog zitten over dan nu. Dus dat is een optie. Volgende week zijn ze natuurlijk als het goed is bij mijn vader 5 dagen, dus dan kan ik extra werken. Het gaat een ding worden. Voor heel veel zzp'ers hoor. Dus daar ga ik vandaag een keer wachten. Ik heb in ieder geval heel mijn keuken al redelijk op orde. Ik heb mijn badkamer gedaan, de wc gedaan, mijn aanleg gedaan, de tafel gedaan, ik ga nu stofzuigen overal. Dan ga ik boven de badkamer nog even doen. Want dan, ik niet dat alles schoon, in ieder geval deurklinken heb ik ook al gedaan. Want ik heb echt iets van, I don't want it in my house. Ik heb namelijk zelf heel erg geleerd volgende week, vandaag ga ik dat jinxen, dat we ergens volgende week maandag en volgende week vrijdag een beetje op lockdown gaan in de vorm van echt alleen maar het hoognodige en ja, ik hoop dan dat ouders, dat kinderen niet ouders in de zorg of in de techniek of bij de brand of bij de politie, dat soort belangrijkere, op dit moment belangrijkere beroepen, wel opgevangen gaan worden. Ik dacht eerst, first things first, rustig zaterdag, dan gaan we natuurlijk in het nergens naartoe. Ja, alleen vandaag heeft mijn schoonouders friet eten daar, dat is echt letterlijk aan de andere kant van de poel. En voor de rest blijf ik gewoon lekker thuis, kinderen buiten spelen en lekker lekker schoonmaken. Yay! Love my life! So fun! Hi! Van Sticky Shade. Burp de haren. Crazy! Echt, ik zie daar een hap mensen en zo voel ik me ook. Nou, ze voelen me ook een beetje afdelen. Mijn hoofd zit gewoon heel erg vol. Ik heb alles wat er gebeurt. En ik werd nog wakker en toen kreeg ik een melding dat er Vincent van ons wakker. En ik denk dingen doen. En dan de eerste ding die ik op mijn telefoon voorbij zag komen, was dat
het ministerie, ministers, vanmiddag weer overleg hebben of ze morgen toch niet de scholen dicht moeten en of er dan wel of geen opvang kan met mensen die in de zorg werken. En hoe of wat. En natuurlijk ben ik daar wel aan het vragen of na aan denken of ik dat wil gaan doen en wat ik kan en wat ik wil. En aan de ene kant wil ik heel onzelfzuchtig zijn en zeggen van, joh, mijn ex-man en zij zijn nu werk zoals in de onderwijs met de school dicht en ik zei sowieso thuis. En hij werkt in horeca slash winkels, dus die zou ik ook op de bank terechtkomen. Dus dan kunnen die kinderen wachten daar naartoe en dan kan ik gewoon lekker heel veel in de zorg werken en mezelf veilig houden, maar ja, bijdragen aan de maatschappij. En dan is er een klein deel van mijzelf dat zegt, ik wil niet mijn kinderen voor, wat waarschijnlijk dan zeker wel 3 weken gaat zijn, wegbrengen. Om wat te kunnen werken en wat te kunnen doen. En ja, ik kan gewoon zelf voor hun er zijn, logischwijs. Maar ja, ik denk gelijk al in mijn hoofd, hoe ga ik het doen, hoe moet ik het doen. Ik voel wel een bepaalde verantwoordelijkheid om als verpleegkundige aan het werk te gaan. En de komende 3 dagen heb ik nu sowieso geen werk, eigenlijk de komende week. Behalve als ik ze morgen bellen en dan is het waarschijnlijk van... dat ze waarschijnlijk zeggen, nee, zelfs om de schooltijd, maar als de school niet gaat, dan denk ik sowieso dat ik niet kan. En dan moet ze waarschijnlijk weg. Dus daar zit het helemaal half vol mee. Dat soort dingen. Maar tot nu toe ben ik gelijk thuis en moet ik daarop focussen. Ik heb ook echt wel sinds donderdag ben ik bezig om gewoon iedere ochtend even structureel alle wc's helemaal goed te doen. Maar ik fris maar nu echt alles. En alle kranen, alle handgrepen, alle deurgrepen. Alles desinfecteren. Dus echt de koelkast schreven, van de badkamer, van de douche, van de wc, van de keuken, alles. De deur klinken. Van de voordeur, van de deur naar de blauwe kamer en gewoon alles. En iedere dag niet alleen te stofzuigen, dat deed ik eigenlijk ook niet altijd, want onze boren zijn wat verhard. Maar ja, ik heb gelezen dat corona tot 12 uur lang op stof kan blijven liggen, dus ik wist iets van minder of beter. En ik moet zeggen dat ik inderdaad dat ik niet meer bezig ben als ik buiten. Die eigenlijk als in de keuken komen en altijd wassen en desinfecteren. Dus. Dat gaat helemaal goed. De kinderen zijn nu boven bezig, ze waren net even buiten op poort aan het spelen. Maar mij zijn nu boven het Frozen Kasteel. Logan die ging op zijn iPad kijken, want ik ben net te melden dat hij op meer tijd vroeg. Want ze kwam meer dan een half uur op het scherm gezeten vandaag. Boris is buiten en die gaan nu even naar de schuur lopen, want daar zijn Pascal en Mees. Want die gaan het hok van Boris, we hebben een buitenhok voor Boris. Die staan nog in de schuur, die gaan even buiten zetten. Omdat we de laatste paar dagen toch wel heel erg naar Boris heel graag naar buiten wil. En dat is heel erg fijn, dat hij heel erg geblaf op bent in de buitenwereld. Maar ja, hij kan buiten in principe, als hij zo zijn hoofd op hem heeft, kan hij nergens echt schuilen. Behalve binnen als het waait of als het regent. En dat toch, toch. En zelfs als hij echt buiten in de schuur zit, wil ik niet heel erg graag meer nu weer terug naar binnen. Want in het begin, als hij dan de uitstap is, een beetje in zijn blaf, wordt hij weer opgehaald uit de schuur. En nu heeft hij echt zoiets van, als hij binnenkomt in de schuur, dan is dan weer terug mee of mee. Maar hij is gewoon echt wel wat meer lekker op zichzelf. Kijk waar zit. Die is zo cute. Hi. Maar ja, dat zou Pascal aan Mees gaan doen. En ik heb net geweld dat Mees nog niet helemaal sterk genoeg is om dat hok op te zetten. Dus ik even kan. Dat ga ik even doen. Dus tot nu toe een heel rustig zon. Nou, volgens mij is de spreekwoordelijke kogel wel door de kerk. Fleur en Mees werden net opgehaald. En dus die vader zei gelijk van, morgen hoeven jullie niet naar school, jongens. En blijkbaar had hij het nu heeft het eerder gekregen dat ze gewoon inderdaad morgen dicht gaan. Samen met een aantal andere horeca en cafés en winkels en dat soort dingen. Dus ja. Ik vind het een beetje spannend eigenlijk allemaal wel. Aan de ene kant ben ik heel erg opgelucht dat de kinderen in ieder geval niet naar school hoeven. En ik zag er toch eigenlijk wel heel erg tegenop om ze morgen weer te brengen. Vooral omdat je eigenlijk weet van nou ja, vandaag morgen is het sowieso klaar. Nu is het gewoon de kant de kerk, weet je het gewoon waar je toe bent. Aan de andere kant denk ik, en nu? Want ik las ook echt allemaal al artikelen. En dan moet ik eigenlijk die gaat heel in je hoofd zitten. Van ja, als je ze nu sluit, dan is de komende. Dan ga je ze eigenlijk niet meer voor de zomervakantie opstarten. Want met dit en dat en alle experts. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat we nu gaan doen. Maar het gaat even afwachten als het goed is over een kwartiertje is een persconferentie, dan weten we meer. Maar ik wil even mijn eerste reactie van, dit voelt echt als een soort van, dit is een historisch moment toch, gewoon, iedereen gaat gewoon uit school. Ja, meneer heeft het van Nederland gaat gewoon thuis zitten doen. Dit is echt bizar. Haal mij het gehakt uit de vriezer dan.
deze. Ja? Ah, oh, dat is de Pieter. Ik heb dat in de koelkast. Sorry, zei Pieter. En mag jij zeggen, gaan we het met kipgehakt eten of gaan we het met rundgehakt eten? Wat is het kip? Dit is kip. Die donkere. Kijk, daar zit er onder een ei. Die? De donkere? Oké. Okay. Ja, daar zit er niks in. Ja, zeker. Alleen dit. Een beetje brakte kaas over en een beetje slaatje. Wil je daar graag een kommetje stof bij? Ja, ik wil een kommetje stof bij. Ik wil deze dingen erbij. Ik kies voor je lekkere beker. Oké. Okay.